Dierenleed zal niet meer ongestraft blijven. De wet Dierenwelzijn biedt de autoriteiten de mogelijkheid dierenleed en dierenmishandeling af te straffen, hetzij met een geldboete of met een celstraf. Deze wet zorgt voor meer ordening binnen het dierenwelzijn in ons land. Met deze wet wordt beoogd om een betere regulering te hebben van hoe dieren verzorgd zouden moeten worden en om dierenleed te voorkomen. En daarbij zijn er genoeg voorbeelden, zowel van echt dierenmishandeling met bewust dieren sadistisch pijn doen voorkomen, maar ook nogmaals de manier waarop je dieren zou moeten behandelen, de wil eigenlijk om kennis op te nemen hoe je dieren zou moeten behandelen. Maar je praat ook over regulering van de handel. Hoe verkoop je dieren? Mensen willen graag een huisdier, maar hoe wordt dat huisdier verkocht? Mensen houden landbouwhuisdieren en als je kijkt waar de wet naartoe gaat, dan is het zo dat degene die dus op een goede manier boer zijn en op een goede manier hun bedrijf met dieren runnen, die houden zich gewoon aan die wet. Het gaat om de mensen die proberen op een verkeerde manier te bezuinigen of op een onverschillige manier met dieren om te gaan, dat je dat kan corrigeren. Banse legt uit wat precies verstaan wordt onder dierenwelzijn. Om daar antwoord op te geven, ga je eigenlijk terug naar wat universeel wordt gehanteerd over de hele wereld. In wetgeving van dierenwelzijn en in dierenbescherming zijn de 5 vrijheden van Bramble. En dat wil zeggen dus vrij van honger, dorst en verkeerde voeding. Vrij van fysiologisch en fysiek ongemak, dus bitter drinkwater, in de felle zon staan. Vrij van pijn en verwondingen. Dat wil zeggen, je moet voorkomen dat een dier verwondingen krijgt. En als een ongelukje gebeurt, moet je hem daarmee helpen. En ook vrij van angst en chronische stress. Dus bijvoorbeeld een hond in een hok hebben en daarnaast peffertjes afschieten. En hij wordt gewoon verschrikkelijk bang. En je blijft ermee doorgaan, gewoon om te pesten. Dat mag niet. En ook vrij om zijn natuurlijk gedrag te uiten. En om daar een voorbeeld van te geven. Een paard is een kuddedier. Je kan hem niet in zijn eentje dag en nacht in de stal zetten. Hij moet af en toe naar buiten, contact maken met vriendjes, lopen. Dat is natuurlijk gedrag. Als je hem laat in die stal, gaat hij enorm stressen, dwanggedrag vertonen. Zowel lichamelijke als geestelijke problemen vertonen. Hetzelfde verhaal kan je vertellen van een hond die dag en nacht aan een korte ketting moet. Ze kunnen hun natuurlijk gedrag niet vertonen. En dan krijg je, dat is een vorm van dierenmishandeling. In de wet is uitgebreid opgenomen wat nu wel mag en wat niet mag. Er gaat bijvoorbeeld in staan welke dieren we wel en welke dieren we niet kunnen houden. Wat we dus veel zagen, aapjes aan een ketting of in een kooi gaat niet meer kunnen. Apen zijn wildlife. Die horen niet aan een ketting of in een kooi. Het eindigt altijd triest voor die dieren. Hoe snoezig het ook is als ze een baby zijn, dan hebben ze babygedrag. Als ze hun volwassen apengedrag gaan vertonen, zijn ze niet meer geschikt als huisdier. Maar ze zijn ook niet geschikt meer om los te laten in het bos. Ze veroorzaken verschrikkelijk veel overlast, verschrikkelijk veel schade aan mens en hun bezittingen. En het is gewoon triest voor de dieren om te kijken, om te zien hoe ze eindigen. Dus er worden wetten gesteld van dit mag je wel houden en dit mag je niet houden. En er was al een beperking, een jaguar mag je nooit in je achtertuin houden, maar dat wordt een beetje aangescherpt. Een tweede is de manier waarop wordt gehouden. Dan heb je eerst dat er de wet zegt aan het houden van dieren worden regels gesteld. Dan heb je dat de staatsbesluiten zeggen in welke richting de regels gaan. Het dier moet voldoende vrijheid hebben om zijn natuurlijk gedrag te vertonen, moet een soort eigen voeding gebruiken. En dan krijg je daarna de beschikkingen. En de beschikkingen gaan eigenlijk per diersoort moeten aangeven. Oké, je kan 5 kalveren houden in een ruimte die zo groot is. Je hond moet natuurlijk niet op straat gaan om mensen aan te vallen. Mag een mens niet tot last zijn, wordt hij een gevaarlijk dier. De wet spreekt over een gevaarlijk dier. Maar je kan je dier ook niet dag en nacht aan een kleine ketting in een klein hok houden. Hoe groot moet de afrastering zijn? Waar moet de beschutting aan voldoen? En hoe lang moet die ketting zijn als je hem aan een ketting houdt? Hoe lang mag hij vast? Dat zijn allemaal dingen die de wet gaat aangeven. Daarnaast ook hoe oud
mag een dier zijn om weg te halen. We kennen allemaal het fenomeen dat massaal kittens en puppies met 3 weken leeftijd naar een nieuwe eigenaar gaan. Dat kan gewoon niet. Ze moeten echt 7, 8 weken oud zijn voordat ze worden weggehaald bij hun moeder. Ze zijn afhankelijk van de zorg van hun moeder om te voeden. En ook als die moeder geen melk heeft, zijn ze afhankelijk van het contact met die moeder of met de eigenaar. En het natuurlijk gedrag in het nest. Om later een normaal dier te worden, om niet een neurotisch dier te worden. En dat geldt niet alleen voor de gezelschapsdieren, maar ook bijvoorbeeld voor de varkens. Vroeger is er een periode geweest dat men biggetjes met 2,5, 3 weken al bij de moeder weghaalt. Want dan wordt die moeder weer sneller vruchtbaar. Maar dan haal je hele jonge dieren weg in de tropen, met alle risico's van ziek worden, met alle stress voor dat dier. Dat kan niet meer. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als er dingen misgaan, anyone mag ingrijpen. Het is een wet. Er staan sancties op. De politie mag en zal moeten ingrijpen als er daadwerkelijk een geval is waarbij de wet zegt hierbij moet je ingrijpen. En het gaat natuurlijk een proces zijn waarbij ook de politie moet weten wat is nou wel een geval van dierenmishandeling. Wanneer moet ik optreden? Het mishandelen van dieren gebeurt vaak uit onwetendheid. Ook heeft het mishandelen van dieren meestal een dieper liggende oorzaak. Heel veel mishandeling komt uit onwetendheid. Je hebt een dier, je hebt een levend dier en dat dier heeft bepaalde behoeftes. Ga het na. En je hebt heel veel mogelijkheden. Je hebt heel veel deskundigheid in Suriname. Kijk waar je die deskundigheid kan halen. Ga naar een goede dierenwinkel. Ga naar de dierenarts. Er zijn genoeg plekken waar je informatie kan halen. Ten tweede, op internet vind je veel. Natuurlijk vind je op internet de goede dingen. En je vindt de dingen die echt onzin zijn. Maar ga het alvast rustig na thuis en kom vragen. Dit is internationaal bewezen dat 80% van de ernstige gevallen van dierenmishandeling bij dieren een diep onderliggend probleem hebben. In die zin dat er is ook mishandeling van kinderen thuis, er is ook mishandeling van de vrouwen thuis, er is onderling geweld in huiselijke kring meestal. En dat is in 80% van de gevallen van dierenmishandeling, is er mishandeling in de directe omgeving van de mishandelaar. En de vraag is natuurlijk aan de instanties die daarover gaan om hun ogen daarvoor open te houden. Want als je dat mist, krijg je trieste gevallen zoals ik een keer heb meegemaakt op een symposium. Waar er dus klachten waren en uiteindelijk de dierenbeschermingsorganisatie een mishandeld dier heeft kunnen redden. Maar het te laat was om een mishandeld jong kind te redden. Een van de stichtingen die zich ontfermt over vooral verwaarloosde en in het wild gedumpte dieren is de stichting Henk Abraham. Ook zij zijn blij dat dierenmishandeling nu niet meer ongestraft blijft. We hopen dat de gemeenschap, de samenleving, een beetje meer reageert, actiever reageert op dierenleed in de omgeving. Want de politie moet reageren daarop. De politie, op basis van de politiestrafwet, moet de politie optreden wanneer ze meldingen krijgen. En de politie mag het niet afschuiven op de Stichting Dierenbescherming of de Stichting Henk Abrahams. De mensen die zich schuldig maken, bewust schuldig maken aan dierenmishandeling, ze zijn gewaarschuwd. Omdat wij de gemeenschap sowieso gaan oproepen om die sociale controle toe te passen, om te letten op wat er in de omgeving gebeurt en zeker ook op het gebied van dieren. En dat mensen dus dat doorgeven. En aan die mensen wil ik wel zeggen, u mag niet meer tegen ons zeggen, het is mijn hond, ik mag doen ermee wat ik wil. Want dat is wat we elke keer horen. En dat moet stoppen en dat gaat ook stoppen. Als u van plan bent een bepaald dier als huisdier te nemen, gaat u altijd eerst op zoek naar informatie over dat dier. Bijvoorbeeld wat ze eten, waar ze absoluut niet van houden en in welke omgeving zij het liefst blijven.